De komende jaren wordt Park Hattem in Roermond grondig gerenoveerd. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. Onder andere komen er meer vaste planten en bloembollen. Dit zorgt voor meer kleur en fleur in het park. En het is goed voor de insecten. Ook de paddenstructuur wordt verbeterd, de zitbanken, afvalbakken vernieuwd en de toegankelijkheid voor gehandicapten wordt ook verbeterd. Deze flinke klus voor een beeldbepalend stukje Roermond startte vrijdag 2 oktober. Welkom allemaal hier in het parkje, renovatie van parkje Hattem. Het staat eigenlijk al heel erg lang, een hele tijd op de planning om ook iets te gaan doen aan het aanwezige groen en een upgrade van het park. Dus via het uitvoeringsprogramma Groen hebben we daar ook budget voor vrijgemaakt om het hier toch op te fleuren en op te kleuren, zodat het nog prettiger wordt om ook hier straks te genieten op een mooie zomerse dag van het park. En de relatieve rust die het ook met zich meebrengt. Als je heel erg stil bent, dan hoor je ook de vogeltjes fluiten. En dat gaat in de toekomst gaat het allemaal nog meer worden. Want we gaan hier tijd, geld en energie instoppen om de duurzaamheid te verbeteren. Nou, die duurzaamheid die verbeteren we onder andere door duurzaam gekweekte planten en bomen ook hier straks toe te gaan voegen. Daarbij gaan we ook investeren in de biodiversiteit. En dat wordt gewoon straks allemaal gewoon een hele mooie plek om erbij te zijn. Ik vind het geweldig fijn dat collega Smits van Marianne er vandaag ook bij is om het te openen. Want naast dat we in biodiversiteit en duurzaamheid gaan investeren, gaan we ook nog andere dingen doen om het park meer toegankelijk te maken voor mensen die wat moeilijker ter been zijn en het natuurlijk ook heel erg fijn vinden om van zo'n mooie plek te genieten. Ja, dankjewel Rens. Ja, een korte toevoeging aan wat jij zegt. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag staan met iedereen. En heel speciaal met de vertegenwoordiging van het gehandicaptenplatform in Roermond. Waar ik eergisteren samen een manifest mee heb getekend. En een van de uitgangspunten van dat manifest is niets over ons zonder ons. En daarom vind ik ook heel erg fijn. Het is een van de goede voorbeelden dat we de mensen waar het om gaat betrekken bij de uitvoering van de projecten. Nou, daar is dit gewoon een heel erg goed voorbeeld van. Mensen denken mee, adviseren mee en zo maken we Roermond inderdaad mooi groen, maar ook toegankelijk. En daar gaat het om. Jij telt op. 3, 2, 1, ja! Woe. Kijk eens aan. We staan hier bij het Indiëmonument. Ja. Het Indiëmonument zit nu gewoon in het gras. En we gaan toch die omgeving opwaarderen door het monument helemaal in een vaste plantenborder in te pakken. Wim kan misschien nog iets vertellen hoe we het gaan uitvoeren. Ja, ze wordt eerst afgeschild hier de zaak. Die gezon worden gelijke rechte kanten gemaakt met de vijver. Dan wordt het gras eraf gehaald, dan wordt die 15 diep. Wordt de toplaag weggehaald, dan wordt de zaak doorgespit. Dan komt er speciale schone bomenzand op, die is onkruidvrij. Daar wordt een laagje van 15 centimeter overheen gezet en daar worden de vaste planten in geplaatst. We laten in het park de dingen die prima zijn, daar doen we niets aan. Hier staat staan een hele mooie bomenstructuur, dat houden we intact. Op plekken vullen we wel de bomenstructuur nog aan. En ook de paden zijn over het algemeen nog prima. Maar waar we verbeteringen kunnen doen, dan doen we dat ook. Verder voegen we aan het park nogal wat vaste planten toe. Vaste planten brengen veel kleur en fleur in de zomer. Zijn ook zijn vaak ook waardplanten voor insecten en bijen. We brengen die vaste planten aan, vooral aan de spoorzijde. Dat is hier aan de onderkant van de tekening. Bij de monumenten. Het Indiëmonument wordt in een vaste plantenperk ingepakt en ook het Vredesmonument. Verder doen we ook het straatmeubilair en we doen ook nog het straatmeubilair vernieuwen. We proberen het grootste deel voeren we dit jaar uit en de rest komt de komende jaren. Het heeft ook wat te maken dat we niet de benodigde middelen in één keer ter beschikking hebben. Dus we moeten het wat uitspreiden over jaren.